Hey kijkers van de Zuiverkracht, welkom bij een nieuwe Bytopia, de Witte Huis Special. We staan er hier nu voor. Je hebt het misschien al lang gezien op de stream van Marnik. Dit is het Witte Huis waar de president dus chillt. En voor de mensen die het niet weten, ik denk het wel hoor. Ik ben inderdaad CIA-agent, oftewel director, maar tegelijkertijd ook agent. En ik hoor dit te gaan beveiligen. Wow, er is met mijn toetsenbord, er is corona overheen gegaan of zo. Nou ja, whatever. Dit kan iedereen. Zo simpel is het. Ik snap het niet. Je kan letterlijk hier rondturpen als zou je willen. Je kan bij het Witte Huis. Team Gapers, jongens, schapen. Als je ook moet schapen, dan ben je een medelevend persoon. Je moet even een like achterlaten. Ze kunnen tot en met hier komen. Dat is toch raar? What the fuck? Dat gaat echt niet goed met de nieuwe verkiezingen straks. Dus, ik heb mijn CIA-agenten gevraagd om hier een rapportje voor op te stellen. Dat dit niet de bedoeling is. Dat dit niet veilig is. Kijk dan, je komt overal gewoon doorheen. Moet een hokje komen of iets dergelijks. Zoiets. We gaan vandaag laten zien hoe je hier ook kan komen als dit beveiligd zou zijn. En dat zijn dingen, dat wist ik zelf niet eens. Ik noem het de meest geheime tunnel van heel de server. Daarvoor moeten we even een heel stuk gaan lopen. Terug naar mijn werk, naar de CIA. En hou er ook even rekening mee dat waarschijnlijk, ik denk morgen of overmorgen, is de eerste video over Guantanamo Bay online. En ja, dat betekent dat als jij geband bent of je hebt een hele, hele lange straf, dan word je waarschijnlijk daarin gezet. En gaat het spelen gewoon verder zonder dat je in een hokje van 3x3 zit, 24 uur per dag. Oké, de CIA. Het ziet er allemaal super vet uit. Kijk, daar heb je ze allemaal. Wat gebeurt hier allemaal? Wat is hij aan het doen? Hoi. Wat is hij aan... Oké. Durpers op het terrein. Hij wordt al gecorrigeerd. Tragieron is er ook. Nou, druk hoor. Er zitten nog steeds mensen vast in de cel. Oh, wat zielig. We hebben vorige keer natuurlijk allemaal mensen vrijgelaten, maar dat gaan we nou niet weer doen. Oké, hiervoor moet ik even nadenken. Hoe kwamen we daar? Ja, stom dat ik het eigenlijk laat zien, maar dat maakt niet uit. Dit is een soort van publiekelijk geheim. Niet meer. Nou, niet meer. Hoppakee, we gaan hierheen. En we eten even een aardappeltje. En dan nemen we hier de trap. Hoppakee, het deurtje is weer lekker dicht. En we gaan naar beneden, helemaal in het hoekje. Dan kom je namelijk inderdaad in de kluis terecht. Waar wij dus al onze gear hebben liggen, onder andere. Trouwens, we zag nieuwe agenten, zag je net. Jobco, streamer, die zijn er dus aangenomen en inmiddels dus ook gelijk al werkzaam. Dat is hier rechts. Het is echt één groot dolf, jongen. Ik weet ook niet, waar gaat dit naartoe? Dat is onze geheime meeting, dat mogen jullie niet zien. Kijk, hier zo hebben wij 14, 15, hoeveel hebben we er nog? 5, 6, ja. Oh, dat zijn de werknemers, ik denk al. Hier zoveel hebben we niet meer, 008. Dat betekent dat we al 7 agenten hebben. Dat is echt veel. Oké. We gaan de geheime tunnel laten zien. Daarvoor kun je van het CIA-agent, gebouw, ding, kun je direct naar het Witte Huis toe. Als je deze kant op gaat, dat zijn de helikopterplatformen, dat is het niet. Hier hebben we de security. Oké, daar gaan we doorheen. En ik heb overal clearance, dus ik mag hier gewoon komen trouwens. Dus niet stiekem inbreken of zo, maar ik laat het gewoon zien. Want ik ben er wel trots op. Alles beveiligd met camera's. Houden we van. En dan zometeen kun je hier... Oh, je kan niet alleen maar. Nee. Als je hier naartoe gaat, dan kom je bij de Secret Service. Die hebben, zoals ik voorbij een keer eerder heb laten zien, hebben een eigen hokje. Speciaal voor hun werk. Zij moeten namelijk de minister-president en sommige ministers moeten ze gaan beveiligen. En ik laat al zien, hier was het keukentje. Zei ik van, oh, dat weten jullie. Oeh, kunnen we even kijken of ze alles ingedeeld hebben? Kantoortjes. Oké. Nou ja, kantoortjes. Deze is nog beschikbaar. Deze ook. Dit is Sipmonkey. Oh, nice outfit, Sipmonkey. Mooie helmet ook. Snorri zit hier. Ook helemaal niet verkeerd, Snor. En Flip. Flip is nieuw. Hier. Dat hebben jullie waarschijnlijk allemaal op de stream van Marnik gezien. Wat was dat nou voor iets, hè? Ja. Lastig. Oké, we gaan weer terug, want dit is niet de daadwerkelijke geheime doorgang. Die komt nog. Er is namelijk hier een weggetje. En dan zal je zo meteen zien dat iets eigenlijk helemaal niet opvalt. Er is hier een weggetje wat rechtstreeks naar het Witte Huis leidt. Dat is obvious natuurlijk. Maar, hoppakee. Ik vraag me trouwens af, is het een plot? Plot info. Ja, oké. Er is nou al een Bartman. Wie is Bartman dan? Weet ik niet. Nee, goed. Moeten we die maar even checken. Er kan dus iemand het Witte Huis in. Wow, wie is Bartman 38? Ik heb geen flauw idee. We gaan hier zo heen. Dan hebben we hier zo meteen, als het goed is, meerdere kanten waar je op kan. Hier kun je rechtstreeks het Witte Huis in. Kijk, ik zal het wel even laten zien. Kijk, zie. Tadaa, Witte Huis. Dat is obvious natuurlijk. En daar heb je natuurlijk ook allemaal beveiliging en security.
Maar we hebben hier ook nog eentje. Ik denk van, wat is dit? Nou, dan gaan we even kijken. Hey, kijk wat voor sneaky gangetje dit is dan. Ik vind het super vet. En ik wist niet eens dat dit er was. En eerlijk gezegd denk ik dat zelfs de president het niet weet. Ofwel, zitten we hier in de kamer van de grote baas? En het timewalk brilletje, volgens mij zitten we hier in de... Hij weet het wel. Hij kan via hier kan hij erin. En heeft hij hier nog... Hij heeft hier gewoon een hele opslag, gek. Wat zit erin? Nou, ik mag niet te veel kijken natuurlijk. Een geheime opslag. Een opslag in een opslag. Holy damn. Dat bedoelde ik dus. Een geheim plekje... Hallo? Ja, dank u. Een geheim plekje in het Witte Huis. Wat natuurlijk al redelijk geheim is op zich. Willen wij eens een keer een Witte Huis tour, jongens? Dan kunnen we best wel vragen aan Timewalk of we gewoon eens een keer een tour mogen krijgen. Dan zijn mijn agenten, zie ik ook eens een keer in dienst. Dat is ook wel leuk. De Secret Service, die zien natuurlijk wel veel rondlopen rondom CIA. Maar die horen natuurlijk eigenlijk normaal gesproken gewoon een taak te krijgen. Ik ben wel heel benieuwd. We hebben sowieso binnenkort onze eerste opdracht. Dat zal ik waarschijnlijk ook aan mee gaan doen. Dat is persoonsbeveiligen volgens mij. En... Oh ja, daar gaan we dus even niet voor hebben. High priority target, die moet geloof ik naar de Kaap toe. En zeker na 10 uur, dat is het nu, het is 9:30 of zo, is het daar natuurlijk redelijk gevaarlijk. Dan is er minder politie op straat of bijna geen. En ja, dan weet je wel hoe laat het is. Dat is gewoon redelijk link. Daar zijn de hele... ja, dat zijn de platformen. Ik was even dezelfde weg kwijt. Hier links is als het goed is het archief. Ja, de grote kluis. Hier is een portal, maar die bukt af en toe. Dus we gaan even lekker gewoon de trap nemen. Dat is veel fijner. Let's go. En dan zijn we weer terug bij af. Terug bij waar we begonnen waren. Terug bij het grote CIA-gebouw. Hoppakee. Jongens, ik weet niet of het jullie opvalt. Ik maak heel veel video's natuurlijk over de CIA de laatste tijd. Omdat ook heel veel te veel bevalt. Maar ik vind het oprecht een van mijn leukere functies die ik tot nu toe gehad heb. Right? Ik vind heel veel functies vind ik leuk. Burgemeester was leuk. En economie was leuk. Maar... Oh, als CIA. Het is eigenlijk stiekem... Pardon. Stiekem toch wel heel erg leuk. De CIA-boot. Staat er al een portal? Nee, die staat er nog niet. Denk ik. Kun je in? Volgens mij kunnen we niet eens in de boot. Er staat wel een kanon op. Lijkt wat leger wel, joh. Ah, oh, en vandaag ben ik Kate Winslet. Oh, promise me, Jack. You never let go. Ja, en laat ze je toch vast, laat ze je los op dat vlot. Vond ik het zo'n rare scène. Promise me, Jack. And promise me, Rose. Promise me, Jack. I'll never let go. En volgens letterlijk 2 seconden later laat ze hem los. Wat is dat voor een stomme belofte? Nee, niet echt heel erg letterlijk, of wel, mevrouw? Nou, we gaan lekker weer terug, want die valt weinig te zien. Ik hoop dat de portal er al was, dan kon ik Guantanamo laten zien. Al weet ik niet zeker of die daar op een portal komt. Dat wordt een zone 0, dus mensen die daar opgesloten zijn, die kunnen niet eens ontsnappen... Zonder dat wij ze terugzetten in de zone. Echt super lullig. En weet je wat we gaan doen? Om af te sluiten zal ik deze mensen ook wel even vrijlaten. Want het zijn allemaal van die herpeturps. Ik snap niet dat mensen dat doen. Waarom zou je het doen? Zitten ze aan deze kant? Ik denk het wel. Denzel, wat doe je daar, joh? Waarom staat hij erop? En nog belangrijker, hoe? Via daar? Hij is er niet eens. Oh, hij. Ga je gedragen en luisteren naar de CIA? Oké. Volg maar langzaam. Unjail Denzel. Die is geunjailed. Waar is hij? Waar is Denzel? Hij is er wel, ergens. Maar waar? Jongens, waar de fuck is Denzel gebleven? Huh? Wacht even. Er gaat iets gruwelijk van... Wow! Ja, oh, hij is er al uit, blijkbaar. En dan wil hij weer met mij praten. Ah, ik ga wel even hier staan, anders ziet het er zo raar uit.
Waarvoor zou die gozer bij je godsnaam willen spreken? Vanish. Ja hoor, je kan met mij praten. Wat is er? Make it quick. Ben heel benieuwd. Wat is er, knul? Oké, kijk. Ja, daar komt-ie. Ja. Dit is geen apart land, meneer Fire Whistle. Wij behouden ons recht met z'n 48 uur vast te houden wanneer we hen een bedreiging vinden. En dat begint bij niet te luisteren naar mijn officieren. Dus, precies. Nou, ik weet niet wat Denzel. Ja, Denzel, mooi verhaal, maar je luisterde gewoon niet. Ja, Rico. Goed. Wauw, zegt hij. Ja, maar ja, Denzel, wat is het? Je staat gewoon te hurpendurpen. Dat doen heel veel mensen. Wij gaan geen onderscheid maken tussen hurpendurps die willen solliciteren en hurpendurps die serieus een heel goed verhaal hebben. Trouwens, wel een leuk dingetje. Je zag daar een fire whistle die dus kritiek heeft op de CIA. Dat is grappig, want hij is eruit gezet. Ik zal de reden niet vertellen, want dat vind ik ook wel zo netjes. Want hij heeft wel heel veel goed werk gedaan. Misschien moeten we die maar even binnenkort een bezoekje gaan brengen. De ex-CIA-agent. Director oppakker. Ik vind het super grappig om dat te doen. Laat even een like achter. Dit was de geheime gang naar het Witte Huis. Ik heb arme Denzel vrijgelaten, die gelijk weer zo'n mond heeft. Ik weet niet wat hij allemaal zei. Eerlijk gezegd, ik was weer bezig met andere dingen. Ik kan niet tegen kleine ruimtes. Je zit in 2 weken, maar je moest 2 dagen. Vernietiger. Jij zit hier nog niet 2 weken. Onmogelijk. Liegbeesten ook nog eens een keer. Likey, abonneren. En dat was de video voor vandaag. Bedankt voor het kijken, jongens. Later.